Yo mensen van GamerKingNL, hier is Marker Tim en we zijn boven op de Nether. Zijn we bezig een lift aan het maken? Dat doe ik voor mijn dingen, maar ik laat even zien hoe je eigenlijk een lift maakt. Allereerst, je wilt alle stairs op de manier hoe ik ze nu herplaatsen, want ik heb het verkeerd gedaan. Want dat was deel 1 van de record. Dan wil je ze plaatsen alsof je telkens omhoog loopt zonder te hoeven te springen. Dus de hele tijd in deze draaibeweging. De hele tijd dezelfde kant op. Het ziet er nu een beetje irritant uit. Het is ook irritant om te plaatsen. Ik doe het ook met netherrack. Er zijn vast betere manieren voor. Maar voor nu doe ik het op deze manier. Oké, zo. En je draait hem een squatchslag. Want dat heb ik verkeerd gedaan eerder. Het is beter om het in één keer goed te doen. Dat scheelt heel veel werk. Maar alsnog. Oké. En wanneer je dat hebt gedaan, dan gaan we door met stap 2. Stap 1 is dus eigenlijk deze vier pilaren doen. Dus een 4x4. En dan vervolgens in het midden deze stairs op deze manier plaatsen. Zo. En het mooie is van dit design is dat je oneindig hoger kan doen. Het is misschien wel handig om een paar safety buttons te doen. Want als je eventjes lag hebt in FPS lag, dan snapt Minecraft niet meer waar je bent. En dan zit je halverwege vast. Dat zou een beetje naar zijn. Dus ik maak regelmatig buttons tussendoor. Dat we gewoon door kunnen gaan. Dus ik ga dit eventjes fast forwarden en dan kom ik straks weer bij jullie terug. Dat is het zo een beetje. Zo. Hoppakee. Dus dat is stap 1. Je plaatst 2 tussen de balken en dan de stairs. En het makkelijkste om stairs te plaatsen is, ik heb het vorige keer geskipt, maar je plaatst er een. Netherrack in deze laag. Netherrack is snel te slopen. Plaats het volgende. Weer een laag. En zo ga je door tot het makkelijk te plaatsen is. Maar dat was het stap 1. Stap 2 is de redstone. En geloof me, die is niet moeilijk. Als een leuk voorbeeld van kleine lift die ik eerder heb gemaakt. Klik hier op de knop. En hij bukt. Verdorie. Soms als je niet goed staat hier voor een blok, zoals halverwege of whatever. Dan wilt hij niet helemaal op. Oké. Gaat super snel zoals je zag. Misschien dat je in de coördinaten kan bijhouden hoeveel meter per seconde. Maar het is een kwestie van één redstone tick delay. Ga je een blok omhoog. Ik beveel mensen aan als ze op laggy FPS zitten. Zeggen ze kunnen geen 30 FPS aan of whatever. Zet hem dan op 2 ticks. Dat fixt alles. Dan hoort hij beter te werken. Dan heb je niet die laggy momenten. Maar allereerst, hoe gaan we dit ding bouwen? Want we hebben nu dit lelijke ding in onze wereld staan en dat willen we natuurlijk eventjes werkend krijgen. Dus we hebben hier allereerst de ster. Vervolgens kies je één blok te hoger en één hoger. Zo. 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 En vervolgens plaats je daar een non-solid blok, zoals glowstone, redstone blocks. Noem het maar op. Alles wat niet je, zeg maar, je hoofd crusht. Want anders krijg je de damage dat je een blok in je hoofd hebt. Maar vervolgens gaan we verder met de redstone. Ik maak eventjes een ster voor mezelf. Zo. Dit is trouwens je deur. Dus misschien niet al te handig dat ik dat hier zo laat doen. Maar oké. Dus je plaatst telkens een figuur. Dat is 3 aan alle kanten. Dus 1, 2, 3. En dan weer 1, 2, 3. Als je hetzelfde blok dubbel telt. Dus een soort van L-shape dingetje. Vervolgens kun je dit repeaten om telkens 1 omhoog te doen. En als je dat zo volgens doet, kun je meteen de redstone aanleggen. Je plaatst boven de piston, dus een omgekeerde L, doe ik in dit geval. Ligt eraan hoe je trouwens je stairs plaatst. Ik heb ze dus met de klok meegelaten draaien, dus dan dus ja, heb je een omgekeerde L, anders heb je een correcte L als je tegen de klok indraait.
Mag. Plaats ook eens een repeater. Op 1 tick delay. Als je lag hebt, doe je 2 ticks. Ik laat hem op 1, want ik heb geen lag. En vervolgens repeat je dit patroon. Wat we dus nu hier hebben. Tot het oneindige. Hoppakee. Zo. Totdat we helemaal een rondje hebben gemaakt. Vervolgens plaatsen we dus telkens onder. Een beetje zo. Vervolgens plaatsen we telkens waar dus deze inkeving zit. Plaatsen we telkens een piston en dan een non-solid blok. Ik neem glas. Dat is het makkelijkste en goedkoopst, denk ik. Dat is dus goedkoper dan glowstone, denk ik. En dan repeaten we dit proces. In theorie kun je het nu al uitproberen. Ik heb waarschijnlijk niet slim geweest. Ik ben redelijk... Nou, we kunnen wel de redstone torch gebruiken. Het is niet het goedkoopste design, kunnen we zeggen. Het is ook... Oh, dat is niet de bedoeling hier. Kunnen we de redstone eventjes om laten lopen? Zo. Ik moet eventjes een button nadoen, jongens. Don't blame me. Dus negeer deze redstone. Oké. Redstone. Want ik heb geen materiaal bij me voor een button. Dus negeer even dit stukje redstone. Je kan trouwens gewoon op elke manier het aansluiten. Zoals jij denkt dat je de redstone wilt doen voordat je bij de button komt. Dus oké. En dat was een bug. Oké. Zoals je ziet, de piston blijft. Zo. Dus eens kijken. We proberen het nog een keer. Eens kijken of ik de goede spot kan vinden. En zo zie je, het gaat gigantisch snel. Ben je nu al klaar. Als je het dus zeg maar helemaal repeat, ben je helemaal klaar. Ik raad het alleen niet aan om het zo te doen. Waarom blijft dit blok? Zo. Ik raad het alleen niet aan om dit zo te doen. Maar om volgens alle gaten die je overhoudt. Nou, trouwens, we kunnen kiezen waar we de deur willen, zie ik. Dus even, dit waren mijn testblokken. Negeer die eventjes. Zolang er maar redstone naartoe gaat naar deze piston, dan werkt alles zoals het hoort. Zoals het hoort. Zo. Dus zolang je maar op deze manier ergens iets powert. Ik had het eigenlijk zo moeten voordoen. Want we kunnen deze kant de deur laten komen. Dat vind ik wel een mooi idee. Ik heb wel stone meegenomen. Ik dacht dat ik stone had meegenomen voor een button. Dus zo, zo, zo. Button. Zo moet hij. Dan zo hoort hij. Ik zou zelf aanbevelen om stone buttons te gebruiken. Want als je bukt, zit je hoofd minder lang vast. Kijk, dat is de snelheid dat we willen zien. Dus mocht je meer lek hebben, gewoon op 2 tik zetten. Geen enkel probleem. Hoppakee. Oh. 2 tiks alles zetten. En nog een keer. Het is moeilijker om jezelf te positioneren als je zo'n open frame hebt. Je ziet, het gaat een stuk langzamer. Maar daarentegen denk ik wel dat mensen minder met die lag hebben. Dus niet de 30 frames kunnen houden. Of als er even server lag is. Als iemand de hele tijd doodgaat of whatever. Dan is dit een heel vertrouwbaar systeem als je dit op 2 tick zet. Maar ach. Ik ga dit dus eventjes repeaten. Totdat ik 24. Ik heb niet meer repeaters. Dus ik ga dat eventjes 24 keer repeaten en dan laat ik jullie het eindresultaat zien van stap 2. Gaan we hem nu testen. Zo. Zo. Kijk. En zoals ik al zei, soms werkt het niet helemaal. Dan zit je ergens vast.
Mijn truc is dan daarvoor om een button erboven boven de piston te plaatsen. Dat is de makkelijkste plek. Dus zeg, zaten we vorige keer vast. Of je kan het elke laag doen, whatever je wilt. Zeg, we zitten hier vast. Plop. En dan gaat hij door totdat we de redstone hebben aangelegd. Kom redstone tekort. Niet eens repeaters, redstone zelf. Dus dat fix ik eventjes off record. Maar voor de sake of deze tutorial, denk ik dat we dit zo hebben. Zijn we klaar? Hebben we klaar? Wauw. Zijn we zo een beetje klaar? Dus het is niet een al te moeilijk design, denk ik zelf. Voor een beginnende redstoner is dit makkelijk te doen. En overigens, als je wilt eindigen, je kan gewoon stoppen met de repeater. Gewoon, ploep, vanaf hier stop je. Dus dan sta je hier. Yay. Maar ik wel eens, weet wel dat hier dus een repeater zit. Het is niet het makkelijkste design om een verdieping tussendoor te maken. Misschien had ik trouwens die kant gewoon uit moeten stoppen. Maar hey, allemaal de leermomentjes voor mij. En misschien ook voor jullie. Maar als je dus ook zeg maar een verdieping tussendoor hebt. Zeg je wilt een lift maken met meerdere verdiepingen. Onthoud alsjeblieft wel dat deze alleen maar omhoog gaat. En het niet al te handig is. Hey, kijk, dat is een probleem. Die stond op 2 ticks. Ik zat de hele tijd voor deze tutorial, zat hij de hele tijd vast te lopen. Op type, dat punt. Als je de ticks doet, doe ze allemaal gelijk. Zeg je stopt hier met bijvoorbeeld, heb je hier een verdieping? Want waarom heb je hier geen verdieping? Dus deze piston moet niet meer duwen. Dan haal je gewoon die repeater weg. Bloep. Oké, die pak ik zelf wel. En dan stop je dus altijd hier. En wanneer je dan weer hier op deze button klikt, dan ga je verder. Dat is een beetje het idee van deze lift. Dus sorry dat ik niet kan zeggen van tevoren hoeveel alle materialen kosten. Of dergelijke. Dus per verdieping kunnen we wel zeggen. 1 repeater. 4. Dus elke eilevel dat je omhoog gaat. Zijn het 4 redstone. 1 repeater. Een piston. En een non-solid blok. En een ster. Dat zijn de requirements. Deze balken die doe ik zelf. Want dat vind ik mooi. En is makkelijker om te plaatsen. Dat heb ik allemaal off record gedaan, want balken plaatsen kunnen we allemaal, denk ik wel. Daar heb je geen tutorial voor nodig. Maar als er nog onduidelijkheden zijn, zoals ik heb dingen verkeerd geëdit, of je snapt iets niet, stel gerust je vraag. Het is voor mij niet al te moeilijk design, afgaand van dat ik al drie liften heb gebouwd. Dus, dit was Maker Tim, en ik zeg tot de volgende keer. Doei doei!